In een gewaarschuwd mens behandelen we iedere week een juridische kwestie. Dat doen we met Rob Boas van Haans Advocaten Roosendaal. Rob, welkom. Wij roepen altijd op aan mensen om verhalen in te sturen, om vragen te stellen. We hebben weer een vraag gehad. We gaan hem wel anonimiseren, omdat het, nou ja, het hoeft niet gelijk alle namen over op straat te liggen. Maar het gaat hier om een mevrouw die een hondje had en die huurt een appartement ergens in onze regio. En die mag eigenlijk de hondje niet meer houden, hè? Ja, dus ietsje gecompliceerder. Die mevrouw die woonde in huis had een hondje. Ja. Ze is op leeftijd, hè, ik geloof 86 jaar. Nou ja, je weet het, dus die mensen die zijn natuurlijk verknocht aan zo'n beest. Ja. En ze verhuisde naar een appartement. En in de huurovereenkomst staat dat in dat appartement zijn geen dieren toegestaan. Ja. Dus dat is een probleem. En nou heeft zij toen een YouTube-filmpje, hij heeft ze niet zelf gemaakt. Er was iemand die trok het zich aan, die heeft haar geholpen. En die heeft dat filmpje op YouTube geplaatst. Is er iemand die mij hiermee kan helpen? Nou, er was een familie die zei, weet je wat je nou doet? Kom nou 's ochtends dat beestje bij me ophalen. Ja. Dan kan jij hem uitlaten en hij blijft de hele dag bij je. En 's avonds voordat je gaat slapen, breng je hem weer terug en dan kan hij hier slapen en dan nou, overtreed je de regel niet. Want overdag mocht er wel een huisdier op bezoek komen dan? Nou ja, je kunt moeilijk zeggen dat er geen dieren op bezoek mogen komen. Ja, hè? Ja, ja. Dus nou ja, goed, zo gezegd, zo gedaan. Dat ging een aantal jaren goed. En totdat die familie zei van jongens, het wordt ons een beetje te veel. We hebben het wel gezien, ik weet niet precies wat de reden was, maar we willen het niet meer. En ja, toen was lijden in last. Ja. Want ja, wat moet er nou gebeuren? Deze mevrouw van 86 jaar moet die gescheiden worden van haar hondje. En men heeft ons gevraagd om wat wij daarvan vinden. Ja. En daar vinden wij natuurlijk wel wat van. Alleen het probleem met dit soort situaties is dat wij kunnen wel wat zeggen. Maar we hebben nu het verhaal gehoord van mevrouw en we weten helemaal niet hoe de verhuurder erover denkt en wat zijn argumenten zijn. Dus, ja, even voor de goede orde, we hebben wel geprobeerd om daar contact mee te zoeken. Vooralsnog hebben we daar nog geen reactie op gehad, maar dat blijven we wel proberen. Ja, dus het is wel nuttig en ik denk ook, het is ook interessant, hè, en nuttig om daar meer over te weten en dan daar een uitleg aan te geven hoe in dit soort situaties hierover wordt beslist. Ja. En ik kan wel één ding alvast zeggen. Het is geen eenvoudige zaak. Nee? Nee. En waarom niet? Nou, omdat we hebben het al heel lang hier over het recht. Ja. Hè, en ik heb al heel vaak gezegd dat ons recht is gebaseerd, anders dan in Engeland bijvoorbeeld, op het Romeinse recht. Mm. En vervolgens op het recht zoals dat door Napoleon hier gebracht is. En dat Napoleontische recht, dat is een codificatie van een groot gedeelte van het Romeinse recht. En het Romeinse recht, behalve in de eerste periode, dat onderscheidt zich van bijvoorbeeld het Angelsaksische recht, doordat de goede trouw daar een belangrijke rol speelt. Ja. De Romeinen zeiden, alle contracten, zeiden ze op een gegeven moment, ik weet niet precies het jaartal, maar hij zei, alle contracten zijn bona fide. Hmm. Bona betekent goed en fides betekent trouw. Ja. Dus als je hondje Fido heet, dan is die trouw, hoop je. Dus, en wat betekent dat? Dat betekent, in onze nieuwe wet sinds 1990 komt dat begrip te goede trouw niet meer voor. Dat vind ik natuurlijk verschrikkelijk, maar goed. Er staat nu redelijkheid en billijkheid. Ja, dat vind ik dus echt heel iets anders, maar goed. Het is in de uitwerking is het hetzelfde. Goede trouw, dat betekent twee dingen. Ten eerste dat partijen dus niet alleen gebonden zijn aan datgene wat uitdrukkelijk is overeengekomen, maar ook al datgene waarvan je zegt, ja, dat zou daar eigenlijk bij horen. Dus dat is eigenlijk een soort uitbreiding. Mm-hmm. Het staat niet op papier, maar het hoort er wel bij. Maar dat is de uitbreidende werking van de goede trouw, zo noemen ze dat. Dan heb je ook de beperkende werking van de goede trouw. En dat is dat, en dat zo stond het vroeger in de wet, dat ten uitvoerlegging van een overeenkomst dient de goede trouw te geschieden. En de Hoge Raad heeft ooit eens bepaald dat ten uitvoerlegging betekent een beroep doen op. Dus je kunt niet volstaan met je beroepen op de tekst, want dat beroep moet ook nog
te goeder trouw zijn. Ja, okay. Dus dat betekent dat het enkele feit dat er in de huurovereenkomst staat dat het niet mag, is niet voldoende. Ook uit het Franse recht hebben we bijvoorbeeld de regel point d'intérêt, point d'action. Ja, mijn Frans is niet zo goed. Nee, oh. Point betekent niet, hè? Ja, niet. Intérêt is belang, mm-hmm. Point weer niet. Niet, action, geen actie. Nee. Als je geen belang hebt, heb je geen actie. Dus ja. Er moet een, hè, om een beroep te doen op deze bepaling, moet er ook nog iets zijn van een belang. Ja. En daar zal het hier om gaan. Bijvoorbeeld, is er sprake van overlast voor de andere huurders? Ja. Ja, ja. Maar ja, dat weten we allemaal niet. Nee, dus eigenlijk zouden we er gewoon een keer langs moeten gaan. Ja. En kijken of we ook met de, daar worden we toch een beetje een rijdende rechter, zeg maar. Ook ja, kijken dat of we ook met die, niet de mag je niet gebruiken. Nee, nee, de brommende advocaat. De brommende advocaat, ja. Maar om toch een beetje te kijken van, nou, wat zijn nou de ja. bewegingen? Nou ja, en dan zouden wij er iets over kunnen zeggen. Ja. Maar dat heeft er natuurlijk verder geen... Niet bindend, dat, heeft, dat is verder niet bindend. Nee. Tenzij beide partijen zeggen, nou, als jij een beslissing neemt, dan leggen we ons erbij neer. Maar dan, dat zien we wel. Ja. Maar dat hoeft niet. Het gaat hier meer erom om deze vraag te beantwoorden. Maar dat doen we dan het liefste wel als we alle feiten kennen. En ja. niet op basis van het verhaal van één kant. Nee, dus we moeten van die mevrouw horen dat ze zegt van ja, ik vind dat prima. Want degene die het ons gevraagd heeft was een soort tussenpersoon. Ja, ja, en die zei ik help die mevrouw een beetje. Maar ze moet natuurlijk zelf zeggen ja, ik wil ook inderdaad dat... dit verhaal eventueel met mijn naam, en misschien kom ik zelf ook, hè, op ja. tv komt. En wat heel prettig zou zijn, is als de verhuurder zijn kant van het ja. verhaal vertelt. Nou, we gaan verder bellen om te kijken of we ja. de mensen allemaal bij elkaar kunnen krijgen, of in ieder geval antwoorden kunnen krijgen. Wordt vervolgd. Heeft u een vraag die ik voor kan leggen aan Rob Boas, dan gebruikt u dit adres of stuurt een e-mailtje naar robboas@zuidwesttv.nl. En wie weet behandelen we hier uw vraagstuk. Rob, bedankt. Graag tot volgende week.